die mama komt. Hé, hey, dat zijn kinderen uit mijn klas. Wat doen die nou in die oude herberg? Die durven ook niks, hè. Moet je kijken, hier is een tijd toch al niemand geweest. Allemaal spinnen en muizen. Nou, wat Griezel. Hé, moet je hier kijken, een pakje sigaretten. Eens kijken, wat zie je? Afblijven. Ik heb het pakje gevonden, dus ik rook zo ook. Maarten, dat mag niet. Ah, dat durft hij toch niet. Je wilt alleen maar stoer doen. Hoeveel zitten erin? 3. Wie heeft er een lucifers? Ja. Je mag niet roken, Maarten. Zeur toch niet zo. Maarten, wat doe je daar? Niets, meester. Ik. Ik bedoel, Maarten, wat heb je daar? Pak sigaretten, meester. En je wou er eentje opsteken? Ja, meester. Zie je wel, ik zei toch dat het stom was. Ach, daar hebben we het vaak genoeg over gehad. Kom je er eigenlijk aan? Gevonden, meester. Waar heb je dat pakje gevonden? Daar achter die trap. Dan is het dus echt waar. Hij sprak dus toch de waarheid. De brozem. Hier in dit spookcafé. Brozem? Eergisteravond. Dit pakje is van de brozen. Of van zijn vrienden. Jullie weten toch dat ik meereed met die oude koets? Ja. We kwamen dus hier aan op de Zevensprong. En daar stapte ik uit. Waarom deed u dat eigenlijk, meester? Wie gevaren wil trotseren, die moet allereerst bedachtzaam zijn. En je laat je niet ook zomaar meenemen naar een onbekend doel. Bovendien vertrouwde ik die koetsier niet. Nou ja, ik kwam hier terecht en toen werd alles nog geheimzinniger. Hier was een jongeman die zei dat hij Brozem heette. Brozem, dat is de jongen die altijd hard op zijn brommer speelt. Precies, met hem reed ik mee naar de stad. Zeker naar een rotgang, hè? Meer dan dat, Kees. En daarna verdween hij. Spoorloos. Spoorloos? Dat kan niet. Ik dacht dat het een leugenaar was. Ik dacht zelfs even dat het niet echt was gebeurd. Dat er geen Brozem bestond. Maar dit is zijn pakje. Ja. Dus moet zijn verhaal ook waar zijn. Ja. Waarom kwamen jullie eigenlijk hier? Zomer, meester. Nou, omdat u zei dat u naar de Zevensprong ging. En die wilden wij ook willen zien. Ah. Hebben jullie nog iets bijzonders gezien? Nee. Spook het hier echt, meester? Nee, natuurlijk niet. Oh, jongens. Blijf staan. Niet verder. Sporen. Voetstappen. Is iemand van jullie hier eerder geweest? Nee, nooit. Nee. Zulke grote voeten heeft zelfs Maarten niet. En het zijn voetstappen van wel 3 verschillende personen. Oh, het spookt hier. Nou, hou op. Ik wist wel dat de Brozem hier niet alleen was. Maar wat deed de Brozem hier dan? Ik wou dat ik het wist, jongens. Kennen jullie een zekere Roberto? Roberto? Nooit van je. Wie is Roberto nou hier? Roberto is een aardige, sympathieke jongen. Alleen, en dat is nou weer zo geheimzinnig, hij leidt sprekend op de Brozem. Eerst dacht ik dat hij de Brozem was. Zijn tweelingbroer. Maar Roberto zegt dat hij nog nooit van de Brozem heeft gehoord. Kennen jullie hem echt niet?
Nee. Wie bedoelt u, Roberto of de Brozem? Nou, dat weet ik niet. Allebei, denk ik. Hé, dan snap ik er niks meer van. Telzus? Ik bedoel, de armen van de wegwijzer, tel die eens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 7 van de 7 sprong. Maar tel nou de wegen eens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dit is de zevensprong, ja. Maar waarom heet hij de zevensprong als er maar 6 wegen zijn? Misschien is het paadje naar de spookherberg wel de 7e weg. Die paar stappen? Trouwens, die herberg is al helemaal in elkaar gezakt. Daar laat je toch geen wegwijzer naartoe wijzen? Deze omgeving schijnt vol raadsels te zitten. Maar ik geef het voor vandaag op. Ik ga naar huis. Gaan jullie mee? Nou, meester. Nou, nog niet. We willen nog even blijven spelen. Dat mag toch, meester? Ja, mij best. Nou, veel plezier dan. En niet meer roken, hè? Nee, meester. Dag, dag meester. Dag, meester. Dag. Nou, waar is die nou? Wat? Nou, die zuil. Die zou ons toch die zuil met die kattenkop laten zien? Dat is hier. Kom. We moeten wel bij elkaar blijven, jongens. Nou, Maarten, waar is hij nou? Ja, hij moet hier ergens in de buurt zijn. Hé, kijk daar! Van grr, grr. De zuil met de kattenkop. Vertel het aan de meester. Nee, dat doen we niet. Het avontuur moet wel doorgaan. Tuurlijk. Het is veel te spannend, want het is echt. Zou de meester trouwens echt niet weten wie die brief heeft geschreven? Die grr, grr. Ik heb geen idee. Kom op, we gaan. Zondag. Waarom heb ik dan mijn wekker gezet? Oh ja. We moeten naar dat gekke mannetje. Hoe heet ik weer? Tyrone. Eens kijken. Oh ja. Tomtidom. Magie. Nou, hij heeft in ieder geval duidelijk geschreven waar hij woont. Mijn woning, schijn en wezen ligt aan de weg van Zevensprong naar Lange Laan. Eens kijken wat hij ons te vertellen heeft. Ben jij vroeg op, zeg? Ik geef uit. Lekker eind fietsen. Nou, ik ben blij dat je inzit dat je niet altijd met je neus in de boeken kan zitten. Mijn boeken? Die heb ik niet meer. Daar is die koetsier mee vandoor. Misschien leest die Graaf Griesestein ze nu wel. Bestaat er eigenlijk wel een Graaf Griesestein? Dat moet ik toch eerst weten, vind ik. Ik vind die telefoon goed staan in het trappenhuis, maar jij bent zo onhandig. Je stoot je telkens. Welke sjaal vind je me beter staan? Deze gele of de blauwe? Gele. En ik ben niet onhandig, tante Willemijn. Dit hokje is gewoon te klein. Ja.
Oh ja, Frans. Ik wil precies om 1:30 eten. Ben je dan terug? Dat denk ik wel. Kom alsjeblieft op tijd. Want ik ben om 2:00 weg. Ik ga naar mijn zuster en dat is een hele wandeling. Ja, ik zal er zijn. Waar woont nou toch graaf Grietsensteen? In het trappenhuis. Tot straks. In het trappenhuis. En waar? Maar dat kan niet. Dat kan niet. Daar heeft Trappenhuis gestaan. Als je het weet, kan je het nog duidelijk lezen. Dat kan geen toeval zijn. Ach, maar dat is toch onzin? Dat café is toch geen trappenhuis? Of, nou ja, het heeft misschien wel zo geheten. Maar het is zeker niet het huis van graaf Grietsensteen. Tegen de deur en kom erin. Welkom, welkom, welkom. Ik ben blij dat u gekomen bent. Is dit om uw gasten te laten zien dat schijn bedriegt? Zeer scherpzinnig opgemerkt, jongeman. Kom mee, we kennen elkaar al, dus formaliteiten zijn niet nodig. Nou, ik weet uw naam, maar u kent mij toch nog niet? Ik weet dat u Frans van der Steg heet, u bent onderwijzer van beroep, 24 jaar oud, 1,80 meter lang en u hebt rood haar. Ja, dat laatste is niet zo moeilijk te raden. Voor een kleurenblinde zou uw haar even goed groen kunnen zijn. Maar ik vind het mooi rood. Heel mooi. Kom, ik heb de koffie klaar. Is die tent in wezen uw woning? Het is waar dat die gevel maar schijn is en dat dit onderkomen beter bij mijn wezen past. Maar om eerlijk te zijn ken ik mijn wezen nog niet helemaal. Hoewel ik psychologie en filosofie heb gestudeerd. Dat klinkt geleerd. Ik dacht dat u magier was. Dat is mijn wezenlijke beroep. Witte magie voornamelijk. Hoewel ik ook wel eens genoodzaakt ben me met zwarte kunst bezig te houden. Maar laat u dat niet bang maken, meneer Van der Steg. Gaat u binnen. Gaat u zitten. Waar denkt u aan? Ik kan me moeilijk voorstellen dat u hier woont. Ik vind dit een nogal vreemde omgeving. Het is altijd moeilijk om schijn en wezen van elkaar te onderscheiden. Wilt u suiker? Nee, dank u. Alleen melk graag. Bent u overigens langs de Zevensprong gekomen? Ja. Oh ja, de Zevensprong. Dat wilde ik u nog vragen. Waarom heet de Zevensprong Zevensprong? Want er zijn maar 6 wegen. Dat is een diepzinnige vraag. Zegt u me eens, hoeveel wegen komen er samen bij een tweesprong? 3. Ja, 1 weg die zich splitst in 2 nieuwe wegen. Dat maakt 3 in totaal. En hoeveel zijn er dan bij een driesprong? Een driesprong? 3? Ja, ook 3 wegen. Wat wil dat zeggen? Een tweesprong is hetzelfde als een driesprong. Dan kan een 7-sprong ook gelijk zijn aan een 6-sprong. Ja, denkt u maar na. Een 6-sprong krijgt men door een 4-sprong en een 2-sprong bij elkaar op te tellen. Een 7-sprong is een 4-sprong plus een 3-sprong. Dus een 7-sprong heeft evenveel wegen als een 6-sprong. Volgens mij
Klopt die redenering van u niet, maar goed. Meneer Tomtidom. Tomtidom. Meneer Tomtidom. U heeft me op bezoek gevraagd om me iets te vertellen. Inderdaad, inderdaad, ja. Over graaf Griesenstein die in het trappenhuis woont. Aha, het trappenhuis. Dus dat weet u al. Ik weet helemaal niets. Wat is dat voor trappenhuis? Dat huis bij de Zeversprong is niet bewoond. Praat niet zo luid, meneer Van der Steg. Die ruïne bij de Zeversprong is het trappenhuis niet. Maar de herberg van Jan Toerloer. Maar op die wegwijzer staat... Ja, vroeger, ja. Jaren geleden stond die herberg aan de weg naar het trappenhuis. Goed. Er is dus een huis dat zo heet. Daar heeft u toch nooit aan getwijfeld, meneer Van der Steg? Anders was u toch zeker niet hier gekomen om naar graaf Griesenstein te vragen? Eerlijk gezegd geloof ik ook niet dat die graaf bestaat. Ik heb een brief van hem gekregen. Personen die niet bestaan schrijven toch in brieven, meneer Van der Steg? Maar die brief was een antwoord op een brief van mij die ik nooit geschreven heb. Een brief van u? Wat stond erin? Ik zeg u toch dat ik die brief niet geschreven heb. Kalm, kalm, meneer Van der Steg. Misschien bent u het vergeten. Hier zijn geheimen die om een oplossing vragen. Komt u mee naar mijn huis? Uw huis? Jazeker. Komt u mee? Gaan we nu naar uw echte woning? Omdat die gevel bij schijn was, dacht u dat die tent het wezen was. Maar in werkelijkheid kom ik alleen maar hier als ik wil nadenken. Daar verderop ligt mijn wezenlijke woning. Weet u zeker dat er verderop niet nog een huis staat? Wie zal het zeggen? Gaat u zitten. Uw eigen studieboeken. Ja. Ik heb ze voor u bewaard. Hoe komt u daaraan? Dan kent u die onbeschofte koetsier. Kent u dan ook de Brozen? De Brozen? Ik bedoel de broer van Roberto. Of heeft Roberto zelf een brommer? Roberto? Nee, die heeft beslist geen brommer. En ook geen broer, dat weet ik zeker. Maar goed. Ik zal u de geschiedenis van het trappenhuis vertellen. Kijk, dit is het. Laat ik beginnen bij de middeleeuwen. Bij graaf Grimbold. Een ridder die... Moet u echt zo ver teruggaan? Die voorvaderen zijn natuurlijk wel interessant. Maar ik heb nu weinig tijd. En ik wilde graag iets weten over het trappenhuis nu. En de graaf die er nu in leeft. Nee, nee. Het is beslist noodzakelijk dat ik u van ridder Grimbold vertel. Hij ging ter kruistocht en kwam na 7 jaar terug met een grote kist van ebbenhout. En in die kist bevond zich een schat van onnoemelijke waarde. De kinderen van ridder Grimbold woonden hier dichtbij. In een huis van grijze steen. Aha, grijs. Griesenstein. Precies. Maar ridder Grimbold kwam niet terug in het trappenhuis. De schat hield hij bij zich. Maar hij woonde in een armoedige hut hier vlakbij, bij de Zeversprong. Mag ik u wat anders inschenken? Doet het voor mij geen moeite. Ah, jawel, jawel. U drinkt toch zeker wel een glas rode wijn met mij? Wacht eens even, waar heb ik het gelaten? Ja, hier heb ik hem. Deze graaf woonde een paar honderd jaar later in het trappenhuis. Graaf Gregorius. Ze noemden hem gekke Gregorius omdat hij altijd van die wonderlijke voorspellingen schreef. Hij ontdekte een geheime gang van het trappenhuis naar de Zeversprong. Daar vond hij de schat. Maar hij heeft hem opnieuw verborgen. In het trappenhuis zelf. En niemand weet waar. Maar er is een eeuwenoud geschrift vol raadselachtige aanwijzingen. Verborgen schat. Geheime gang. Het is haast te mooi om waar te zijn. Alle Griesensteins hebben naar de schat gezocht. Maar ze hebben hem nooit gevonden.
De aanwijzingen van graaf Gregorius waren te vaag. Waarom vertelt u mij dit allemaal? U zult ook te maken krijgen met de mysterieuze voorspellingen van gekke Gregorius. Binnenkort zult u er heel veel mee te maken hebben. Verveel u toch niet? Nee. Het is allemaal erg interessant. Maar ik zie dat het al 1:30 is. En ik zou toch nog graag wat willen weten over de graaf Griesenstein die mij heeft geschreven. Aha. Graaf Grades Griesenstein. De hebzuchtige bedrieger. Hoe bedoelt u? Hij noemt zich graaf Griesenstein. Maar de enige echte wettige graaf is zijn neef Geert Jan. Al is hij pas 10 jaar. Dat kind is de erfgenaam van het trappenhuis en eigenaar van de schat als die wordt gevonden. En Geert Jan kan die schat vinden. Graaf Gregorius heeft 100 jaren geleden een voorspelling in steen laten bijtelen, ergens in het trappenhuis. Kijk, ik heb het opgeschreven. De schat zij verborgen totdat een kind wie rechtens hij toekomt hem zoekt en vindt. Begrijpt u, meneer Van der Steg? Dat kind is Geert Jan. Hij heeft recht op die schat. Maar het rijm gaat verder. De grimmige vijand die waakt en wacht, wordt door een lied ten val gebracht. Die vijand is graaf Griesenstein. Hij laat zijn neef zoeken in het trappenhuis. Het kind komt haast nooit buiten. Hij mag niet naar school. Kunt u nu raden, meneer Van der Steg, waarom graaf Griesenstein u wilde spreken? Ja, dat kunt u wel. Graaf Griesenstein zoekt een huisonderwijzer voor zijn jonge neef. En dat bent u. Hoe komt u daarbij? U las de advertentie die hij in de krant zette. Helemaal niet. Waarin hij naar iemand vroeg die privélessen wilde geven. En daar hebt u op geschreven. Wat is dat voor een belachelijk verhaal? Ik heb helemaal niets geschreven. En ik pijn ze niet over om erheen te gaan. En het spijt me, ik moet nu weg. Ik moet om 2:30 thuis zijn. Hoe laat is het dan? Het is bijna 5 uur. Jij zou om 2:30 thuis zijn. 5 uur? Dan moet ik uren geslapen hebben. Het kan me niet schelen wat je gedaan hebt. Ja, maar ik... Je zult zelf wat klaar moeten maken. En ik hoop voor jou dat je je huissleutel bij je hebt, want de mijne krijg je niet en de deur is op slot. Dat is te erg. En dat op een lege maag. Tenzij je bij mij komt eten.